Daar zijn we. Corona Fit nummer 2. Ik ben heel druk bezig geweest. Van alles nieuws geprobeerd. Dus ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken. Het zou wel super leuk zijn als de opname in één keer lukt. Maar we gaan het zien. Daar gaan we. Hallo, daar zijn we met deel 2 van Corona Fit. Dus hoe blijf ik fit en gezond tijdens deze crisis? Bewegen en gezondheid, daar gaat het over. En ik ben op weg naar de volgende locatie. En dat doe ik op de fiets. Even een stukje fietsen, even een frisse neus halen. Dus ja, ik zie jullie straks. Nou, daar zijn we dan. We zijn in de supermarkt. En als ik aan gezondheid denk, dan denk ik ook direct aan groente en fruit. Dus we gaan zo even een rondje lopen langs al het groente en fruit wat er is. Kijken wat jullie daarvan herkennen. Ja, nou dan zien we hier de komkommers, de radijsjes. Er ligt van alles in de supermarkt. De ijsbergsla gaan we snel voorbij. De courgettes. Er liggen er nog meer. Dan komen we bij de aubergines, de eggplant, de avocado's, heerlijk in de salade. Rode paprika's, verschillende kleuren paprika's, de puntpaprika's. Het is echt geweldig om met je kind gewoon door de supermarkt te lopen. Snoepkomkommetjes, ideaal voor in de pauze om mee te geven met je kinderen. Een gezond tussendoortje, net zoals de snoeptomaatjes. Maar wat ik aan het zeggen was, nog meer tomaten. Met je kind gewoon alles langslopen. Je werkt aan woordenschat. We hebben uien, witte uien, rode uien. Kijk, daar zijn de rode uien. Dan hebben we de knoflook. Heerlijk in Aziatische gerechten. Lenteuitje, gember. Je moet ervan houden. Gemberthee. Citroengras, rode pepers, jalapeno's. Ik weet zeker dat er ook groenten tussen staan die de kinderen in groep 7, 8 nog niet kennen. Basilicum, koriander. De tijm zie ik staan, de peterselie, de mannen van de Albert Heijn wilden stiekem niet op de video. Dan hebben we de venkel en de koolraap en andere kolen. We hebben de snijbonen, de wortelen, de spitskool, de witlof. Kun je en lekker met ham in de oven doen, de andijvie, lekker voor in de stampot. Spruitjes, wie houdt er niet van? Rode bietjes. Gebakken banaan. De flespompoen. Broccoli. Ja, gaan we door naar de bloemkool. Die heb ik vandaag meegenomen. Wat een eten wij vanavond. Heerlijk. En gaan we nog even langs de aardappel snel. En dan gaan we naar de fruitafdeling. Daar waren de blauwe bessen. Die waren in de aanbieding. Die kwam ik al tegen. Dan zien we de appels, de bananen. Een heel schap vol kokosnoten. Gewoon te krijgen. Watermeloen. Galiameloen. Lekkere walnoten liggen ook altijd in het schap. De mango's. De kiwis. De peren. De aardbeien. En het gesneden fruit, de ananas. Kijk, dit zijn de echte. Witte druiven. Rode druiven. En mandarijntjes, citroenen en heerlijke perssinaasappels. En daar ga ik een netje van meenemen. Ja, heerlijk. En we zijn weg. Nou, inmiddels ben ik weer thuis gekomen. En wat kun je dan met die groenten thuis in tijden als dit? Nou, je kunt daar eigenlijk van alles mee doen. Allemaal reclamefolders. Mijn dochter is al bezig. Dit is Mirte. Hoi. Kijk, Mirte die zit in groep 3 van de Plegelmus, dus daar wil ze ook heel graag wat tegen zeggen. Hoi mama! En nou ja, dan kun je met je kinderen, of de kinderen alleen, in groep 1, kun je allemaal groente en fruit uit gaan knippen. En dan zou je het aan kunnen wijzen en dan zou je kunnen zeggen van, nou wat is dit? En dan zouden de kinderen kunnen zeggen van, dit zijn aardbeien, of als ze het nog niet weten, dan kun je ze het vertellen. Zo kunnen ze allerlei dingen leren. Nou, Mirte die is bezig met groep 3-4.
Dus die heeft al wat opgeplakt. Die is er nog eentje vergeten. Je moet de appel zo nog opplakken, schat. Oh, vergeten. Kijk, en ze is aan het schrijven. Hier. De avocado heeft ze al opgeschreven. Daarna gaat ze de mandarijn opschrijven. Het is wel grappig, want ze heeft avocado wel zonder D. Dat doen heel veel volwassenen, doen dat fout. Maar ze heeft hem nog wel met de harde F geschreven. Maar dat geeft niet. En als je in groep 6 of 5-6 zit, dan zou je deze kunnen doen. En dan doe je eerst enkel fout en dan doe je daarna meer fout. En in groep 7-8 en in 5-6 of 3-4 zou dat misschien ook al kunnen. Maar dan ga je naar het digitale. En dan doe je enkel fout, meer fout en dan zet je hem erbij in het Engels. Dus zo kan iedereen op zijn eigen niveau, dus we zijn eigenlijk aan het differentiëren op afstand op deze manier. Iedereen op zijn eigen niveau kan aan het werk. Zeg je nog even doei? Doei allemaal! Dag. Ik hoop allemaal dat jullie genoten hebben van dit filmpje. En inmiddels zijn we terug met de perssinaasappels. En wat kun je dan doen? Nou, dan ga je sinaasappels persen. Dus bij deze pakken we een sinaasappel. Nou, dat kennen jullie allemaal wel. Door midden snijden. We hebben nog zo'n ouderwetse handpers. Heerlijk op de zondagochtend bij het ontbijt. Een apart bakje voor het GFC-afval hebben we. We moeten wel aan het milieu denken natuurlijk. Zo. Ja. Nog een sinaasappeltje erbij. Mijn vrouw is straks weer helemaal happy. Die vindt het heerlijk. Ja. Ik heb nog niet uitgevonden hoe je zo'n stukje film kunt fast forwarden, zodat het allemaal wat sneller gaat. Wie weet komt dat nog in de toekomst. En zeker in deze tijd, vitamine C, heerlijk. Dat was hem weer. Nou, zijn we nog meer, want het is natuurlijk gezondheid en bewegen. Dus wat is er nou mooier om dat te combineren? Dus een beetje jong leren met sinaasappels. Wil je leren jong leren? Blijf dit kanaal dan volgen, want een van de toekomstige video's gaan we daarmee aan de slag. Ja? Later!